Goedemorgen. Vanaf u wil ik bijzonder graag voorstellen aan de gilde leden van de Blauwe Schuut. De Manslu mocht de komende 5 dagen verder vastlopend door het Limburgse, het Belgische en het Duitse Nederland trekken. De belangrijkste mensch aan boord is natuurlijk de kapitein. Dit jaar is dat onze Thies Curves, stadsprins van Heerle van 2017 en ketelbinkie van de 68e tocht. Vorig jaar dus. Hij is verantwoordelijk voor de staat van de schuut, het onberispelijke uiterlijk van hun bemanning en dat voor u vooral op tijd aankomen en op tijd weer vertrekken. En het begint natuurlijk met het op tijd wakker maken van je grinnen. Zal ze maar lopen. Ja, ik kom, ben binnen fertig. De kapitein. Ongeduldig. Ontbijt. Ketelbink, ons rest nog kamer 31 en 36, op de tweede etage. Wakker weer, mannen. De rechterhang van de kapitein, zekbare zine adjudant, is als ketelbinkje. Vorig jaar was onze Roger Holtes nog de hooglustigheid verhelen. Maar dit jaar mocht hij gans onderaan beginnen. Dus helpen met het wekken van de bemanning, poetsen van de schuut, want in het er toch net zo chic en stram opsteed als de kapitein die hij wenst. Opruimen van de schuut tussen aanlegplaatje in, de god afnemen van jekere schuutemaan met een oordekiet en natuurlijk jekere helpen en assisteren waar nodig. En want voor dat iemand genoeg gegeten hebben, is het woord aan onze moelemerker, de Huub Leene. Hij kijkt samen met de kapitein terug op gisteren en neemt ons met door het programma van Huub. Van Laneke, ik heb van nou voelender. We voelen nog Sint-Joos. Sint-Joos naar Eck, van Eck naar Beek en dan nog naar Sint-Truiden. Dus we hebben een hele mooie dag. Er kan veel gekaapt worden, want we zijn veel onderweg. Aan ons programma gunt monden van vuurbereiding vuur af. De route van Jekerentocht wordt tijdens ons vergaderingen in de Schelme toeren door het Jorin vastgelegd. De tweede en derde zondag vuurde toch nu de gevierde verenigingen en de hooglustigheden van alle aanlegplaatsen uit voor de draaiboekbespreking. Every komen ze op een van die 2 dagen bij ons op bezoek. Terwijl de schuutemannen de gasten vermaken en voorzien van eten en drinken in ons gezellige café, zoeken de hooglustigheden en het bestuur het in verdieping hoger op. Daar wordt in het diepste geheim besproken wat er allemaal speelt in de aanlegplaatsje. Wie wordt gepeerskutteld? En wie kiet de ezelsoeren? Een van de wichtigste dingen van de tocht is namelijk het gestechel met de plaatselijke autoriteiten. In alle stadhuizen geeft de burgemeester van Deens af op Heerle, hoe volgens hen nooit schat goed of richtig is. Zo wie gisteren in Zumpelveld. Want vorig jaar kregen wij nogal wat hoongelach toen wij de gele hesjes hebben ingevoerd. En kijk vandaag de dag, tot in Parijs hebben ze zelfs gele hesjes. Overal gele hesjes, dus ja, wij lopen wat dat betreft op de trend vooruit. En wellicht dat goed voor het goed doet volgen, dat ze in Heerle ook daadwerkelijk eindelijk eens wat van het centrum gaan maken. Maar en nu, Eloneke en voelen. Eigenlijk voor dat je ook eens het vrouwentoilet op een schee. Hé, een Eloneke hebben ze dat in elk geval goed geregeld. Bij ons in het Tjeppencollege zitten meer vrouwen als mannen. Hé, hoog pas haal gewerkt. Liefschutte mannen, jonge geërseerd weer hij. Vervingen dat schön, vervingen dat ramschiek, alweer voor de vierde keer hingeregen. Aan moelemerker Huub is het aan om hun te wijzen op alles wat zo al fout gaat in hun eigen dorp of stad. Nee, maar dat is de burgemeester naar ons hart, weet je dat? Dat is schut waardig. Hij treedt tegen van alles op en de burgemeester met ballen. Het is een coole kikker, zo wie veel noemen. Maar af en toe liever er ook een probleem op, want hij heeft ook het beschermd werden. Dan fiet in een weg of ver, fiet in een gepantserde wagen. En dan was het kapot. En wat even, dan kunt u ook met de fiets heen weer een keer. Maar het blijft natuurlijk vastelovend. En we moeten het ook niet allemaal te serieus nemen. Het zijn vooral eenmaal heel vermakelijke confrontaties. En natuurlijk werd zich daarna in het dorp gedronken. Het is verwonderlijk en tegelijkertijd ook schön om te zien wieveel carnavalsgekken zich tijdens de tocht jekker keer weer opnieuw opmaken om de schuut te ontvangen en weer uit te zwijgen. Of het nu mondagmiddag is in Zumpelveld of dinsdagochtend vreug in Loneke, we komen jekers keer weer een toespie vreugd, hoe met we samen onderweg zijn naar het Nederland. Tot naar Groningen.